Goedemorgen, zaterdagochtend 13 juli. Het is bijna 4:15, net gecoacht. Wij gaan op vakantie. We hebben donderdag een extra week bijgeboekt. Super impulsief, last minute. Dus we gaan zo meteen de auto in. We moeten vandaag een flink stuk rijden, dus het wordt even spannend hoe druk het op de weg is. En dan rijden we naar in de buurt bij Châteauneuf, dus best even een pittig eindje. En daar zullen wij tot en met vrijdag op een camping staan, voordat wij nog zuidelijker gaan. Dat is echt superleuk, kan niet wachten. De meiden slapen nog, we hopen binnen 3 kwartier nu weg te zijn. Ik loop nog even een keer hier het kastje door om te kijken of er nog dingen zijn die ik mee wil nemen. Ik weet dat hier kokosblokjes in zitten die we super lekker vinden. Dus dat ga ik nog even doen en dan ga ik zo de koelbox inladen. Die staat al de hele nacht te koelen. Dit is echt een super handige koelbox. Die kan en in het stopcontact en zo meteen in de auto kan die in de sigarettenaansteker. En de koelkastspullen die meegaan, die staan al klaar. Dit gaat er zo meteen in. Helemaal goed drinken. En dan is het koud en blijft het koud. Dus dat is ideaal. Nog even een tasje pakken met eten voor in de auto. En dan off we go. 6:30. We zijn onderweg. Het is altijd nog even pas meten. Terugrennen voor sleutels. Waar zijn we nog meer voor? Poepzakjes. Voor 6 keer plassen. 6 keer plassen. Nou, alles. Maar we zijn onderweg naar Frankrijk. Hij zegt nu dat het 7 uur rijden is. Dus we gaan het zien. Hij zegt als we niet zouden stoppen dat we er om 2:30 zijn. Nou, dus reken op in ieder geval 4 uur. Toch? We gaan het zien. Hebben we er zin in? Ja! Bij de afslag. Geen ontheffing, blijf op de snelweg. Echt zo'n vieze wc. Dan moet je nog betalen ook. Wacht even, Stef. Wacht even, Stef. Ja. We hebben snoepjes. Snoepje. En ik heb een chippy. En jij een chippy. En dat om 7:45. Want het is vakantie. Mila?
Oh. Spelen jullie verstoppertje? Zoek je Mina. Even iets eten. Ik ga dit zo meteen opeten. Echt? Nee. Ik ga het van je opeten. Ik ga mijn doekje opeten. Lekker. Ik moet gebroken stukjes maken. En dan drinken. Ja, je krijgt drinken, jongen. We zijn zo'n 25 minuten. Wat? Misschien bijna een half uur geleden de snelweg afgegaan. Toen moesten we nog iets minder dan 2 uur. Maar het lijkt erop dat je die 2 uur compleet binnendoor doet. En we hebben geen idee of het door file komt. Of dat het te maken heeft met dat je er alleen zo kan komen. Ik kan me haast niet voorstellen. Maar we rijden nu een heel stuk binnendoor. Het is nog 1 uur en 20 minuten rijden. Het is nu 2:10. Maar kijk dan het uitzicht. Ja, zo mooi. Zo mooi. Ja. Mogen we ook een keer weer naar de paarden? Naar die paardjes op de paard. Nee, we gaan weer een dorpje door. Ja, maar daar zijn we toch al een keer in de meivakantie. Toen waren de paardjes er niet. Nee. Dus ik weet niet of ze er zijn. Het was zeg maar dusdanig hoog dat je dan ook al die lage huisjes zag. Ja, dat was echt heel cool. Dit is heel mooi. Dit is, heel mooi, hè? Dit is echt heel vet, hè? Kijk, op ben ik gehoor. Maar zo is 1,5 uur rijden toch super chill als je door dit soort dorpjes heen gaat. Zo is best. Een winkel? Een spiegel. Oh, een spiegel. Ja, dat... Kijk, een Efteling. Een Efteling, oké. Okay. Ja, dat lijkt wel. Ja, het lijkt er wel een beetje op. Ah, ik vind wel dat dit wel altijd lijkt alsof je in een of ander park bent of zo. Een beetje op Disney, naast Disney? Moviepark, was dat Moviepark? Dat had je ook zo'n park of Disney Village? Ja, dat andere park inderdaad, ernaast. Daar heb je ook zoiets zoals dit met allemaal van die... Nou ja, het ziet er een beetje uit zoals dit. Papa, weet je wat Sarah zegt? Nee. Ja, dat hoeft nu niet meer. Oh, fiets. Een beetje moeite met omhoog komen. Nog een half uurtje, maar we maken nog 1 kleine plasstop. Want we willen nog heel even langs de supermarkt voordat we zo op de camping aankomen. Toch nog even spelen. Mama, wat moet ik weer doen? Je buik omhoog. Kijk, mama. Was dat ook met sterren op die grote geweest? Wauw. Leuk, hè? Even snel de super in. Even teruggerend voor een ijsje voor de laatste 5 minuutjes. Een camping! Kijk, 1 richting. Ja. Weekend. Jules Verrier. Ja, ik denk dus in het weekend 1 richting verkeer, omdat het dan druk is. Zijn we bij de denk camping? Ik. Nou, bijna. Het meer moet hier zo recht zijn. Je mag zo de auto uit.
Het is zo schattig. Nee, we gooien hem zo weg. Ster, wil je hem alsjeblieft vasthouden? We zijn er zo meteen bijna. Mam. Die komt dus wel vanaf daar rijden. Mama, ja. Dit zijn bijna dezelfde huisjes als de andere. Moeten we hier naar links, links denken? Ja, als dat denk ik. Je kan dat zeker. Ah. Ga je nu naar de glijbaan? Ja. Echt? Oh, dat is zeker een hoge. Hé. Hey. Heb je niet pijn? Hier kun je ook, Ster. Kijk. Oh, dit is wel een leuk ding, zeg. Ja, dat kan ik ook. Kijk, zo mooi. Marco gaat ondertussen even inchecken. Goed idee. Ja, maar dit is wel hoog. Heel goed. Wow. Hij komt moeilijk. Moeilijk. Nee, dat kan jij wel. Ja, moet je er onderdoor kruipen? Ja. Ja? En dan zo omhoog. Waar ben je? Hey! Goed hoor. Naar boven. Ja, dat doe je goed. Wil je nog een keer? Opvangen? Handje geven? Mama. Ja. Ja. Kunnen we hier allebei de auto zetten, denk ik? Oh. Ja. Oh, jeetje, wat leuk. Ik ga deze doorzoeken. Ik denk dat dit te groot is. We gaan samen gewoon even bij deze naar binnen. Oké. Oh, we kunnen zo kijken. Wacht even, Loutje. Nou, misschien is dit hem. Deze is misschien wel groter. Als we dat gedaan open doen. Zo. Oh. Wij moeten drie slaapkamers. Wow. Nee, dit zijn er twee. Dit is van je ouders, denk ik. Oh, dit. Oh, jeetje. Wow, Marco. Wow. Oh, jee, mijn god, mooi. En de deur schuift een schuifdeur voor. Mooi. Wow, een mooie douche. Deze. Wat een mooie douche. Wil jij water vullen voor Benji? Ja. Kijken. Oh jee, mag. Wacht nou gewoon even, schat. Huh? Maar dit huisje heeft twee douches. Oh. Oh nee, allebei de slaapkamer en dan een badkamer. Maar er is nog een huisje. Heb je hem aangeleid? Ja, hij zit in het doekje vast. Ja, overmorgen in de avond. Oh, wat is dit geweldig, zeg. En kijk hoe cool het was. Hoeveel staan er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is cool. Ja. Ik ga eten. Yummy. We hebben ze allebei twee slaapkamers. Ja. Mama, hier wil ik slapen met Mia. Nee, daar slapen mama en ik. Oh. Wow. Oh, wij slapen daar. Nee, deze heeft er drie. Ja, dat klopt. Nee, ja, dus deze is voor ons. En waar is ze dan? Kom eens kijken. Oh jee. Ja, dit lijkt op... Wauw, dit is cool. Heel leuk. Oh, dit is zo fijn. Wij dachten dus dat we één huis hadden geboekt. Mijn ouders komen maandagavond laat. En wij dachten dus dat we met z'n allen in één huis zouden zitten. Maar we dachten voor die paar dagen, prima. Maar het zijn dus toch twee huizen. Dat huis heeft namelijk twee slaapkamers. En het huisje hier heeft er drie. Maar die hebben allebei eigen toilet en badkamer. Echt super cool. Dus ja, ik snap de kinderen. Benny, kom. Kan je dit even afdoen? En wij zullen hier, ik heb net de airco aangezet. Marco is de auto aan het halen. De bandjes worden omgedaan. Even kijken, een bandje Ster. Sterrenbandje. We hebben inderdaad prachtig
uitzicht. Nou, hier houden wij het wel even vol, hè? Dit is het allerstrakst van mij. Dat weet ik niet helemaal. Ja. Maar mee kijk, moet ik nog een keer dat uitzicht. Bellen. Papa komt eraan. Zo mooi. Ja, papa komt eraan. Dan mogen we dat dan morgen doen? Moeten we even kijken. Misschien als opa en oma er zijn. Okay. Maar we gaan samen echt op dat ding. En als het geweldig leuk is, doen we het twee keer. Oké. Okay. Ja? Mooi, dat meer. We gaan heel even het buitenzwembad zoeken. Samen. Oh, dat zijn ook witte huisjes. Ja, maar kijk hoe nieuw dit allemaal is. Want we moesten even iets regelen met de sleutel. Oh, maar kijk deze. Ja, dit zijn wel heel erg kleine, maar ja, ook wel echt heel erg schattige. Sommige zijn ook oranje, kijk. Deze prachtige buitenkeuken hebben ze net even gemaakt. Dus daar gaan we lekker op koken vanavond. Dit is heel koud. Is het koud? Ja, kom maar. We hebben net even bij het zwembad gekeken. Dat ziet er heel mooi uit, maar het is wel echt heel ver lopen. We zitten hier ideaal, het is super rustig. Maar dit is blijkbaar nog een deel camping. Moet je een stukje over de weg. En daar helemaal aan het einde is het zwembad. Maar daar kom je dus langs het meer. En de meiden hebben het heel even in een onderbroek een beetje in het meer. Maar ja, ik had deze jurk gewoon aan. Dus dat was echt niet te doen, want die wil ik gewoon niet vies hebben. Dus we gaan heel even met bikinis, badpakken en bandjes. Gaan de meiden en ik lekker terug. Dan gaan we nog even zwemmen. Het is al 7 uur. Ik neem ook geen klok of iets mee. We doen het gewoon. Ik heb wel een klok trouwens, Marco. Ik heb een horloge. We gaan gewoon lekker, zolang het leuk is. Marco zorgt dat het eten zo klaar is. Dan kunnen we daarna eten. Ik heb vol. Ze zijn heel lekker. Nou, lekker gezwommen. Ja, ik zal een voorpakken binnen nog. Tijd. Om te eten. Ik had deze meegenomen. Vind ik super lekker. En Marco heeft er komkommer tomaat bij gedaan. En we hebben brood. Worstje voor de kindjes. En Marco. Beetje Frans diner. Frans diner. Ben je op een Franse tijd. Het is 8:15. Ik ben gisteren helemaal vergeten de video af te sluiten. Zoals je aan de vogels hoort en wellicht aan het zonnetje ziet, is het al de volgende ochtend. Dus ik sluit hem bij deze af. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei!